Twee waarheden, één leugen. Maar dan met Pokémon-kaarten. Ik maak een Pokémon-pack open. Daarna vertel ik twee waarheden van de kaarten die ik heb gepakt. Maar ik verzin ook één leugen. Joost moet dan raden welke van deze drie feitjes een leugen is. Ik moet wel zeggen, dit is de nieuwe Scarlet en Violet set, Unk. Mijn kennis van deze set is nieuw. Dus ik ga dit gewoon puur doen op jouw gezichtsuitdrukkingen, zeg maar. Als ik zie van, nou ja, misschien is hij nou het licht wat hij kribbelt in zijn oor. Ga je drie statements geven. Eén daarvan is, ik heb een starter gepakt. Mijn tweede statement is, ik heb twee dezelfde trainers. En mijn derde statement is, ik heb een leuk mannetje die loopt over de grond wat eerst een tentacool was. Okay. Welke van deze statements klopt niet? Zeg maar, mijn instant reaction ging dat die tweede nep was. Maar dat is gewoon meer omdat twee dezelfde trainers. En gewoon, dat is best wel rare. We hebben net wel een paar keer gezien dat bijvoorbeeld twee keer zat de Pokémon in zat. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Weet je wel, wat wel kan is dat je bijvoorbeeld de trainer krijgt en daarna de trainer, maar dan reverse holo of zo. Dat zie je best wel vaak. Ja, dus in dat opzicht kan het waar zijn. Starter vind ik eigenlijk wel gewoon een waarheidje. Ik geloof wel dat er een startertje in zit. En dan die tentacool cool man. Ja. Nieuwe tentacool. Oh, wait, wat is die nieuwe region? Toetskool heet die. Toetskool was het, ja. Ja, die zit gewoon in deze set. Dus maar heb ik een gepakt? Dat weet ik niet. Zeg maar, de leugen is gewoon, is het gebeurd ja of nee, weet je wel? Want het is alle drie een mogelijkheid. Ja. Er zit geen leugen in op basis van Ik kan gewoon goed liegen. Goed liegen. Ik ga zeggen, ik denk dat jij daar toch wel die twee trainers hebt. Ik denk dat je dat expres ook gezegd hebt om mij een beetje off guard te halen, want dat is natuurlijk wel een easy lie. De starter geloof ik ook nog steeds. Ik denk dat Toetskool er niet in zit. Godver. Joost. Het is goed school. Joost, ik heb een check! Bro! Ik heb hier dus twee keer dezezelfde trainer. Ik heb dus geen starter. Hoe heb jij jezelf zo cool gehouden? Full art, Rimmel Mirjam, de bak! Bro! Oh mijn god! Deze man houdt zich helemaal cool. Heeft hij de chase card van de set. Dit is pakkie 1 die je openmaakt, gast. Hey, abonneer trouwens, hè. Dit is echt zo'n certified abonneer momentje. Ik stond echt zo van, oké, nu moet ik mijn pokerface houden. Hey, Flashcard, dankjewel trouwens voor deze boosterbox die ik mocht gebruiken voor het filmen, hè. Shout-out naar jullie. Er is trouwens een grote sale gaande op www.linktijger.nl. Het linkje staat in de beschrijving. 50% korting op alle merch. Wees er snel bij, want op is op. Oké, nou moeten we eventjes twee feitjes vinden en een leugentje bedenken, jongens. Hier komt mijn eerste feitje. Ja. Ik heb zo'n lekkere lechonk. Lechonk? Zo'n lekkere chonk-onk varkentje, man. Oké. Die is mooi. Ik kijk er ook gewoon naar nu, hè. Mm-hmm. Ja, nou, ik geloof je ook meteen, ja. Ik heb een paar kaartjes verder, want dan pakken we even een ander kaartje waar ik natuurlijk een feitje over ga vertellen. Ja. En dat is natuurlijk dat ik mijn boy Lucario te pakken heb. Die staat hier recht voor mijn neus. Okay. Dat is een mooie jongen. En als laatste heb ik een EX gepoeld, baby! EX gepoeld, let's go! Ik weet dat Lechonk en Lucario in de set zitten. Zou ik ook kloppen? Ik weet zelfs dat er twee arts zijn van Lechonk. Kan jij zo'n pokerface houden als jij een pool hebt? Ik heb ze naast elkaar, de EX, de Lucario en de Lechonk. Met z'n drieën naast elkaar, baby. Let's go. Weet je, Joost? Ik geloof wel dat je een EX hebt. En ik geloof ook wel dat je... Het is de EX. ...een Lucario hebt. Ik denk niet dat jij een Lechonk hebt. Het is die Lucario. Jij hebt geen Lechonk. Het is de Lechonk. Jij hebt geen Lechonk. Ik lok hem in. Oké, Link. Dan mag jij even kijken wat dit dan voor kaartje is. Dat is een Lechonk, baby! Dat is een Lechonk! En hier is die EX, baby, en Riolu! Oh mijn god! Oh mijn god! Dat is een Riolu. Oh mijn god, wat goed. Ja, wel een EX-ie. Ja, wel een EX-ie. Wat een EX-ie, ja, is mooi. Lekker. Kijk even goed naar die gezichtsuitdrukking of je zo'n oog-twitch heeft. Zo'n grillend litje, zo. Ik heb drie leuke weetjes voor jou. Over mijn packs. Ja. Namelijk, een van de weetjes. Ik heb een fietssoort Pokémon gepakt. Ja. Pokémon waar je op kan rijden. Ja. Dat heb ik gepakt. Okay. Feitje nummer 2 is, tussen al mijn kaarten heb ik 1 vuur-Pokémon. En feitje nummer 3 is, ik heb 2 verschillende Pokéballen gepakt. Eén daarvan is een leugen. Welke? Ik denk dat de Pokéballen de leugen zijn, want de fietsman is gewoon, ja, dat is gewoon een lekkere, die lekkere legendary. Nee, je hoeft trouwens niet, ik Gliscor? Is ook een Cyclizar. Cyclizar? Cyclizar is ook een fietsman. Is ook een fietsman. Fietsman. Dus je hebt er 3. Ja, 3 zelfs. Oh, jij hebt natuurlijk van... Allebei de boxarts. Ja, exact. Ja. ik geloof wel dat hij erin zit. Ja? Volgens mij is de pool rate op hem ook best wel gewoon oké. Okay. Dat heb ik niet verzonnen. Nee, ik ook niet, maar we hebben hem al eerder gezien. Hè? Ja, dus, dat is waar. Nee, ja. Ik geloof wel dat hij erin zit. Okay. Fire-type. Ik heb net in mijn pakje geen Fire-types gezien. De starter is een Fire-type, dus... ik wil wel geloven dat hij erin zit. De twee pokeballen daarentegen... Ik voel hem niet op de pokeballen. Dus ik zeg dat mijn leugen is.
Dat is Gliscor. Psyglyzer, dat zijn de Pokéballen, godverdomme. Heb je weer geen vuurtype? Ik heb geen vuurtype. Verdikkie! Ik heb geen vuurtype. Ja, die vuurtypes zijn zeldzaam voor some reason. Blijkbaar. Ja. Feitje nummer 1. Ja. Ik heb op het moment ook voor me ja. een starter. Feitje nummer 2. Ik heb 2 zeldzame kaarten gepoeld. Dat kan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Ja. Feitje nummer 3 is dat ik een kaart heb met 1 Pokéball erop. Oké, dat je 2 pools hebt is relatief rare. Ja. Ik zou echt voor lul staan als je die gewoon daadwerkelijk hebt. De starter kan wel gewoon. Ja. Ik denk dat ik dat wel geloof eigenlijk. Mm-hmm. En je had een Pokéball. Een kaart met 1 Pokéball. Ja. Ja, geloof ik wel. Joost? Ja. Want als jij gewoon de meest gelukkige gozer bent in de wereld en gewoon dubbel pool hebt, dan gun ik je ook gewoon, hè? Dat vind ik wel lief. Ik denk dat dat een waarheidje is. Oké, okay, oké. Okay. En ik denk dat je probeert mijn waarheid te gebruiken die je net had, met die 2 Pokéballen, dat jij geen Pokéball hebt. Die lok ik in. Oké, okay, jij denkt dat de Pokéballen de leugen is? Ik denk dat de Pokéball een leugen is. Dan mag je even naar deze kaart kijken, Link. Dit is namelijk de kaart met 1 Pokéball volgens mij. En het zijn er toch echt 2? Het zijn toch echt 2 Pokéballen? Dat was mijn leugen! Oh shit! Want ik heb een gouden energy. Oh! En een EX gepoeld. Yo! En dit was mijn starter. Yo! Oh, maar... Nee, die gouden energy, ga maar sleepen, bro. Ik zag hem ook echt. Ik was zo... Oh, mijn god. Godfoil energy kaartje. Bro, wat is dit al? Ja, gewoon... ik weet het ook niet, gast. Wat een doos dit, joh. Wat een doos. Wat een doos. Ik voel hem. Ja? Ja, ik denk dat ik deze er wel uit geniep. Ik denk dat ik niet kan liggen. Nou, ik weet dat je heel goed kan liggen, want je hebt net die Full Art Mirjam voor me achtergehouden. En dat had ik niet verwacht. Nee, precies. Ik had dat 0 door. Feitje nummer 1. Oké. Ik heb een Full Art trainer gepoeld. Ja. Ja? Oké. Feitje nummer 1. Ja. Feitje nummer 2. Ja. Ik heb de starter gepoeld die ik heb gekozen toen ik hem ging spelen. Oké. Feitje nummer 3. Ik heb ook een legendary gepoeld. Oké, ik denk dat je die full art trainer hebt. Want je was er doorheen aan het bladeren en je moest gniffelen. Dus ik denk dat je gewoon misschien zelfs nog wel een keertje die full art Mirjam hebt gepakt van net. Gewoon dat je hem gewoon back-to-back hebt for some reason. Dat is een alt art. Oké, alt art. Oké, sure. Zij okay. Full art. Ja, nou, oké, sure. Maar alsnog, ik denk dat je die wel hebt. Dat geloof ik wel. Ik denk dat jij wel een starter hebt, maar niet de starter die jij hebt gekozen. Maar gewoon een andere starter, dat je daar de leugen op gebaseerd hebt. Ik pik hem op jouw starter. Ik denk dat een leugen is. Het is niet de starter die je hebt gekozen, het is een andere starter. Dat is de full art. Dat is waar. Dus dat had ik goed. Oké. Okay. Volgens mij had je hem al starter. Domme! Ik heb geen legendary. Ah, geen legendary. Ik moet wel een beetje mijn best doen, want ik sta er niet goed voor. Feitje nummer 1. Ik heb de starter waarmee ik begon in mijn avontuur in Pokémon Scarlet. Oké. Ja. Feitje nummer 2. Ik heb 2 pools in deze pakket. Oké. Ja. Feitje nummer 3. Ik heb mijn favoriete Pokémon, Lucario, gepakt. Jezus, Joost. Jezus. Hoeveel punten voor originaliteit krijg ik voor deze ronde? 2. Dit is even een throwback ronde, dames en heren. Oké, ik heb dus mijn starter. Ik heb 2 pools en ik heb Lucario. Volgens mij had je ook Spirtito, dacht ik. Dat denk ik, hè. Mm-hmm. Ik hoef het niet te weten, maar dat denk ik. De kans dat je Spirtito poelt is relatief aanwezig. Ja. Als ik zie wat we al voor pools hebben aan de dozen, hebben we echt misschien een paar packs opengemaakt. Bijna alleen maar hits. Er moet gewoon een keertje komen dat je geen hit hebt. Ik heb er nu 2, hè? Dat bedoel ik. Ja, je hebt er 2. 2 hits, ja. De kans dat dat gebeurt, heel zeldzaam. Mm-hmm. En Lucario poelen, ik denk nu wel dat je een Lucario'tje hebt. Dus ik denk sowieso Lucario, dat is een waarheid, 100%. Okay, Lucario. Ik geloof de dubbelpool niet. Ik kan het niet geloven dat je nu weer een dubbelpool hebt, Joost. Ik lok dat in als een leugen. Je hebt geen dubbelpool. Dat is een full art. Ga toch weg. Hoe dan? Hoe heb je een dubbel pool? Ik weet het niet, Link. Jezus. Ik had weer Riolu. Nah. Ik heb letterlijk 3 keer dezelfde leugen 2 keer gebruikt. Ik zag hem toen dacht ik van, ik ga gewoon weer dezelfde leugen maken. Ik heb een Pokémon gepoeld met 30 HP precies. Wat ik ook heb gepoeld, Joost. Ken je Arvin nog toevallig van de game? Arvin met die hond? Arvin met de hond, ja. Broodjes, man. Ja, ik heb Arvin. Arvin heb ik gepoeld. Als trainer, zeg maar. Ja, trainer Arvin. Het laatste wat ik heb gepoeld, ik heb van de starterlijn eentje heb ik compleet. Dus de beginner, de middle stage en de einde. Oh, meen je?
Ik heb ze alle drie. Eén van die statements is een leugen. Oké, okay, Arvin trainer. Ik heb hem nog niet gezien. Of ik heb het gewoon niet onthouden. Maar hij is een trainer, dus there you go. Mm-hmm. Alle drie van één chain is pit. Dat vind ik knap. Veel van de base Pokémon's hebben 30 HP. Dus dat is wel gewoon een gegeven, zeg maar. Mm-hmm. Nee, ik ga voor de 3-chain. Ik denk niet dat hij erin zit. Nee? Nee, ik denk niet dat de 3-chain erin zit. In één pank. Heb je ze alle drie, ja? Godver. Ook gewoon een holo-versie. Nee, dat is het niet! Let's go! Dat was een leugen! Ja. Het is weer 1-1. Lekker, Joost. Ik heb de leugen eruit gepikt. Wat gaan wij eens voor feitjes uit deze set halen? Feitje nummer 1. Ik heb een Pokémon gepoeld. Die kan veranderen in een soort van item die je wel eens gebruikt in de game. Gewoon een handig item. Okay. Ja, ja. Ik heb in totaal 3 Pokéballs gepoeld. En ik heb een Pokémon met 3 balls gepoeld. Wat is de leugen? Pokémon met 3 balls. Ja, hij heeft 3 ballen. Wat is de leugen, Link? Maar misschien is de hoeveelheid, zeg maar, klopt dan weer niet met de hoeveelheid ballen. Ja, de leugen kan in een klein hoekje zitten, hè? Ja, dan kom ik niet 1-2 op van deze set. Oké. Okay. Dat is een hele lastige, maar op de manier hoe je dat verhaal vertelde, is wel een gedeelte daarvan sowieso waar. Mm-hmm. Was je eerste statement ook weer? Een Pokémon die kan veranderen in een usable item in-game. Ja, ik denk dat een leugen is. Ik denk niet dat je die hebt. Dan zou ik denken aan Rotom en ik denk niet dat je een Rotom hebt. Dat was Rotom, Unk. Ja, je hebt Rotom. Shit. Ik heb een Pokémon met 3 ballen. Ah, Magneton. Ja, ja, ja. En ik heb 2 Pokémon kaarten met 2 Pokéballen. Hey! Niet 3. Feitje nummer 1. Een van de Pokémon Arts staat een Pokémon Center. Feitje nummer 2. Ik heb een goede pool. Ik heb een goede pool. Die pool. Eentje. Eén goede pool. Ja, oké. Feitje nummer 3. Ik heb een vuurenergie gepoeld. Hey, je hebt helemaal niks gepoeld, man. Rot op. Je hebt 0 pools. 0 pools? Ja, helemaal geen pools. Ik geloof niet dat ik... Ja, stinkpool. Je hebt geen pool, hoor. Er zit geen pool in deze punk. Nee? Stik erin. Nee. 0 poolo's. Kom hier met... Je schuift hem ook over die tafel heen. Wetende dat de korrels op die tafel liggen. Hier zit naast gewoon een holo palm. Stik erin, gast. Stik erin. Let's go, baby. No way in hell dat je nu nog een pool had. Ja, abonneren.